Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Het is wisselend vandaag met een strook met buien over het noorden van het land. Daarna opklaringen. Maar van het zuidwesten uit zien we toch ook wel weer wat wolken aankomen. En dat betekent dat ook daarna toch wel weer wat buien gaat worden. Maar dat wisselende beeld is toch vrij rustig met wind die hooguit matig is. Temperatuur in de ochtend 10 of 11 graden, vanmiddag 13 tot 17, lokaal misschien 18 in het zuidoosten. Een bui valt er nog hier en daar, maar er is ook ruimte voor de zon. En de wind stelt inderdaad niet veel voor uit zuid tot zuidwest. Vanavond een wat herlevende buienactiviteit vanuit het zuiden. Met temperaturen die toch vrij lang hoog blijven. In de nacht trekken er meer buien over het land. En dan zien we ze ook weer terug in het noorden. Morgenochtend vooral in het noorden nog een bui. Daarna vaak droog met een enkel exemplaar nog. Maar tussendoor ook zon en opnieuw zo'n 15 of 16 graden in het binnenland. De wind is zwak tot matig, ditmaal uit het westen tot noordwesten. Donderdag weinig verandering in weerbeeld. Vrijdag is het duidelijk wel buiger en zien we minder vaak de zon. en Waarschijnlijk levert de temperatuur dan wat in. En ook in het weekeinde iets lagere temperaturen. Maar de onzekerheid wat dat betreft is vrij groot. Zaterdag en zondag nog een paar buien, maar ook wat zon. Ik ben Marco Verhoef.